Dit is de Mega Hut. Deze hebben we de afgelopen maanden uit de grond gestampt. De inrichting, eerst nog een glijbaan erbij. Tijd om erin te chillen. Het is tijd om weer eens te gaan gamen. Daarboven. Dan moeten we wel de setup verhuizen, ben ik bang. Dus de nieuwe PC gaat ook mee. Oh shit! Kijk eens, wat een fijne chill lounge. Gaan we dan. Ja, het stormde dus. Windvlagen met windkracht 6. Ideaal, ja. Dit is eigenlijk zo sketchy. Ik moet nu mijn gloednieuwe computer de hut intillen terwijl het stormt. Als hij nu flikkert. Yes! Oh, kijk hier! Zijn we dan? Ah ja, het hele behang is losgekomen. Het ziet er treurig uit. Abonneer op die. Hoe langzaam een heus setup. Bureaustoel. Sick dit. Holy shit, holy shit. Gast, nee het raam. Dit is echt niet goed. Ik voel de hele hut wiebelen. Goed joh. Fire in the hole. Kijk eens even! What the hell, dit is ziek. Test. 1, 2, 3. Windvlaag. Daar zitten we dan! Alles werkt. We gaan verder met onze stad. Terwijl de game laat, dames en heren, wil ik jullie vraag beantwoorden. Wanneer komt er City Skylines? Please, City Skylines. Wanneer komt er nou die nieuwe City Skylines aflevering? Ja, het zit zo. Als ik een normale aflevering van dit spel upload. Oh, we zijn er al. Oh nee. Oh nee. Oh nee. We hebben de gedownloade gebouwen niet. Nu moet ik internet hier zien te krijgen. Dat komt wel goed. Wanneer ik een normale aflevering van deze serie upload, die worden automatisch iets minder bekeken dan mijn andere video's. En dat is een probleem. Want aangezien die minder wordt bekeken, worden mijn andere video's ook minder bekeken. Dus een beetje kut. Maar niet getreurd mensen, want ik wil ook verder met New York. Ik bedoel, kijk hoe ver we al zijn. Het ziet er gewoon... Oké, internet fixen. A few moments later. Zo, internet, hopelijk. Ja! In dat geval moet ik ook wel even mijn kanaal hebben gezien hier. Tja, top! Mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer. Hey, het ziet er beter uit. Kijk eens. We're back. Kijk eens, de Twin Towers, Empire State, toppie. Vrijheidsbeeld in de house, in de hut. Mochten jullie de vorige aflevering gekeken hebben, dan hebben jullie dit gezien. Hoe we hier een compleet nieuwe snelweg hebben gemaakt met één lijp kruispunt. Hele mooie. Dit kruispunt ligt ook gewoon in het echt in New York. Wat dacht je daarvan? Weet je wat mij wel vet lijkt? Weet je hier zo? Jeeuw! Bam! Het Barcelona Stadion. Ik weet het, ze spelen volgens mij niet echt voetbal in New York. En met Barcelona gaat het ook niet zo goed. Maar kijk dan wat een stadion. Breiden we deze weg eens deze kant op uit. Oh. Het is gewoon City Skylines in de hut. Ik moet het nog even laten bezinken dit. Nou, het zijn best wat zetels hier. Dus wat heb je dan nodig? Best wat? Parkeergelegenheid. Bam, bam, bam. Pas er nog wel eentje naast. Bam. Parkeergarages.
Ook wel chill, Amahoula! Ik voel echt alles wiebelen. En dan hier zo langs die weg af, eventjes wat joekels van bomen. Tussen die joekels van bomen, kleine bomen. En dan moet jij eens even kijken wat we hier voor een straatje hebben. Oh, nu al mooi. Puzzelstukjes beginnen alweer te vallen hoor. Kijk dan hoe het er al uitziet. Goed, hier aan de voorkant van het stadion heb ik hier een groot plein. Die begint op iets te lijken hoor, hier. Kijk eens even. Even van grondniveau. Bah! Het bijeenkomstplein. Ik zie me voor me dat hier koppels of vriendengroepen met het stadion op de foto gaan. Zo deed ik dat in ieder geval toen ik met mijn vader daar was. Kijk joh. Kunnen mensen hier lekker een overdreven dure cola kopen. Recht voor het stadion. En hem vervolgens netjes in de prullenbak gooien. Ja joh, ik heb het spel wel gemist. Kijken hoe we erbij zitten. Toch niet normaal man. Game in the hut, hey. Ja, het is een nieuwe dag. Nu wil ik eens eventjes heel gauw dit gedeelte van de stad hier opgevuld hebben. Bam, goed opgevuld. Spoorlijn onder die snelweg door. Komt u maar door, New York huizen. Gaan we eens even over die 20k heen. Even de Mac en de KFC verplaatsen. Ja, ja, begint tot leven te komen. Kijk eens, joh, het krioelt hier al van de mensen. Auto's staan heerlijk recht. Dit is goed voor je bumper, dit. Hier aan de overkant van het spoor wil ik industriëler gaan. Dit is een beetje de hoed, snap je? Ja, joh. Kijk dan, hier op straatniveau. Kijk, wat een straatje. Lekker grauw. Ja, weet je wat nu het probleem is? Het is allemaal nog een beetje gatenkaas. Kijk, grasvlaktes, kale stukken die het allemaal opsplitsen, niet goed. Af en toe natuurlijk ook wat groen gedeeltes. Luna! Af en toe ook een parkje. Oh, dit is een fijn park hoor. Dit is een fijn park. File erachter. Zo, iedereen heeft honger. Zo, die parkeerplaats. Die hongerige Amerikanen. Kijk dan, ook van een afstandje ziet het er al gewoon beter uit zo. Hier een beetje het industriële gedeelte. Ik moet nog even fixen dat die grond niet roze van wordt. Hier ook nog een complete groenstrook. 5 minuten later. Kijk! Een strook van groen door de stad. Paden die bewandeld kunnen worden door de inwoners. Dit station ligt er niet meer zo random bij. Echt ziek. Bijna één langwerpig groot park eigenlijk. Helemaal tot hier. En dan kunnen ze hier lekker naar de Mac. Ja, dit heeft de stad gewoon samengevoegd. Let op. We kunnen hem aan deze kant. Hij kijkt richting het park. Misschien nog beter. We zetten hem in het park. Besef hoe nice je hier dan woont of werkt. Kijk. En aan die kant, dadelijk de stad. Eigenlijk moet hier nog een station. Bij dit park, ja, ja. Kijk eens even, ons nieuwe station. Dan wil ik er nog één. Weet je, deze kant op hier. De laatste halte, denk ik, voor Centraal. Nou, die staat. Wat we nu kunnen doen, hopelijk, is de trainlijn. Bam. Bam, fijn treinlijntje, helemaal naar hier. Komt u maar. Ja. Ja, treinen in de hut. Boens, 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 onder de snelweg door. Kijk dan eens even hoe dit oogt al. We woesje door die stad heen, volgende halte. Ja, het begint wel iets te worden dit. Ik denk dat we er ook wel langzaam ready voor zijn. Om hier de snelweg te pakken en naar de overkant te gaan. Naar het centrum, downtown, allemaal gebouwen, snelwegen. Oh, ik kan niet wachten, Manhattan bouwen, sick. Maar, mijn tijd in de hut zit er helaas op. Dus dit hou je van mij te goed, de volgende keer.
Ik wil eigenlijk een soort 12 uur City Skylines challenge doen. En deze stad dan helemaal omtoveren. Dus wil je dat? Like. Wil je dat niet missen? Abonneer. Deze stad komt uiteindelijk af. Hier helemaal dit gebied moet vol. Dit was de blonde. Vanuit de hut.